Jacob, wanneer gebruik je bij je paard een vliegenmasker? Ja, zodra de paarden vooral buiten last hebben van de insecten. In de ogen, ze gaan vooral bij de ogen zitten. En je hebt traanvocht, daar zijn die vliegen en insecten gek op. Want er zit namelijk eiwitten in, daar gaan ze lekker van smikkelen. En wij vinden dat je de minimaalste bescherming die je moet geven aan jouw paard buiten is een vliegenmasker. Want en die zijn, kan je altijd omlaten? Ja, kun je gewoon altijd omlaten. Daar kunnen ze niet van beschadigen of achter blijven hangen? Nee. Een vliegenmasker die hebben we in verschillende uitvoeringen. En eigenlijk als je je paard wil helpen, vliegenmasker om. Oké. De zomer door te helpen. Ja, want als die vliegjes maar blijven komen in die ooghoeken, dan gaan die ogen gewoon ontsteken. Ja. En als je pech hebt, krijg je en een ontsteking. En als je nog meer pech hebt, kunnen ze er zelfs blind van worden. Oh jeetje. Ja, dat is wel akelig. Ja. En die sliertjes, die zie je ook wel eens, van die frontriemjes met die sliertjes, heeft veel minder werking, want die sliertjes moeten heen en weer bewegen, willen ze ook die vliegen weghalen. Ja. Je moet gewoon een masker gebruiken. Dan komen ze niet meer in de buurt bij de ogen. Nee, wat belangrijk is dat je ook regelmatig de vliegenmaskers wast. Dat is en voor een stukje hygiëne, maar ook voor doorkijkheid. Dus dat je er makkelijker doorheen kijkt. Dus regelmatig je vliegenmaskers wassen, dat kun je prima gewoon één keer in de week doen. Is beter voor je paard en voor de hygiëne. Dus dat is belangrijk. Oké.